Voor ISW Hogeland is het niet voor het eerst dat er aandacht wordt besteed aan Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is een dag hier op school, in heel Nederland eigenlijk, waarop we ervoor zorgen dat iedereen veilig en gelijk wordt behandeld hier op school. En dat iedereen dat laat zien dat iedereen ook gelijk is. Dit doe je door paars aan te doen en door, zoals deze docent, paars haar. Ja, dat is mooi toch? En de school is ook paars versierd. Het Flora College is dit jaar voor het eerst paars. Het idee om mee te doen is begonnen in de werkgroep Gezonde School. Een gezonde school ben je namelijk niet alleen maar als je vette snacks uit de kantine in de ban doet. Zo is de werkgroep ooit opgericht. Maar welzijn is natuurlijk ook een onderdeel van gezondheid. Dus we hebben dit ook opgepakt. Want als je welzijn goed is, ben je ook gezonder. Dus vandaar dat we dat ook mee hebben genomen nu in onze werkgroep. We zitten hier in een gebouw van de Dalton Groen Lyceum. Samen met het ISW. We delen lokalen met elkaar. Toen heb ik contact opgenomen met Chris van de GSA op de ISW. En heb ik overleg mee gehad en die heeft me heel veel goede ideeën gegeven. En zodoende hebben we dit nu zo vormgegeven op het Flora College. En hier in de locatie Flora College Dalton. Leerlingen kregen een paars mondkapje en konden hun haar laten verven. Maar de school wil meer doen. Namelijk een GSA opzetten. Ja, de GSA staat voor Gender Sexuality Alliance. Het is een groep hier op school en op een heleboel scholen hebben ze een GSA. Waar je terecht kan op het moment dat je daar behoefte aan hebt. Dus denk aan dat je niet weet wie je bent qua identiteit, seksualiteit, gender. Maar al ben je hetero, dan mag je er ook gewoon heen. En het is gewoon een groep om samen te komen en een plek waar je kan praten en jezelf kan zijn. Ook in deze tijd is dat nog hard nodig. Ja, dat merk je wel, ja. Ja, helaas. Nou, je hebt bepaalde gesprekken waarin leerlingen dan dingen aangeven. En iedereen mag natuurlijk zijn wie die is. Hè. Dat is ook de insteek van deze dag. Iedereen is goed zoals die is. En de ene gaat er makkelijker mee om als de ander. En dat zijn de gesprekken die we hebben met elkaar. Ik vind het superleuk dat ze het willen proberen. Of willen het gaan doen. Willen oprichten. Ik was super enthousiast en ik wilde gelijk gaan helpen. Want ik vind het gewoon belangrijk dat er eigenlijk op elke school een GSA is. Zodat iedereen zichzelf kan zijn.